Ik vind het alweer eens tijd voor een nieuwe vlog. Het is vrijdag. Het is inmiddels al 2:30. Ik ga eindelijk boodschappen doen. En dan ga ik eventjes langs Camera Express om een daglichtlamp te halen. Wat heb ik aan? Wacht, heb ik nu een hele mooie spiegel voor. Ik heb aan een jurkje van Sandro. Dat is bijna niet te zien, maar het is echt een jurkje. Verder draag ik een trui van Nakt. Naked bedoel ik. Tas van Gucci. Haarband is van... De hele zomer heb ik het gezegd. Ik weet gewoon niet meer hoe het heet. Ik kom er wel weer op. En dan zet ik het hier. Verder laarsjes van Isabel Marant. En yes, that's it. Ik ga. Ik ben echt heel blij met deze spiegel. Ook super blij met mijn nieuwe salontafel trouwens. Alleen dat tv-meubel, ik word er nu al echt een beetje misselijk van als ik dat zie. Dus mocht je een tip hebben voor een klein, niet al te duur tv-meubel, let me know. Dit ding moet zo snel mogelijk weg. Ik had nogal wat voet in de aarde om hier te komen. Ik ben namelijk mijn telefoon vergeten. Dat gebeurt me echt nooit. Normaal zou ik ook terug zijn gerend, maar nu dacht ik, nou, geen telefoon is ook niet het einde van de wereld. Maar ik had geen adres, dus ik moest een beetje op de gok rijden. Dat is uiteindelijk gelukt. And we're back. Hier is die, de ringlamp. En de ringlampstatief, maar die zien we nu niet. Oké, tijd om eten te gaan halen, want het is inmiddels 2:50 en ik heb honger. Ik heb hier een paar mooie bonus aanbiedingen gescoord. Lord, dit is echt zo gezellig. Bleh. Ik was peper vergeten, oeps. Mag ik hier nog een keer doorheen? Gadverdamme. Gadverdamme, maar we hebben peper. Er is hier gewoon, op tafel. Suppel. Oké, dit heb ik gekocht. De zak met snoepjes is al voor de helft leeg. It happened. Ik ga nooit boodschap doen op het moment dat je honger hebt. Ik ga artisjoepel vormen. Oké, ik heb mijn licht geïnstalleerd. Dit is gewoon prima voor vlog dingen. Maar als ik een speciale video op wil nemen, heb ik nu ook. Overbelichting. Nee, maar dit is toch vet? Ik ben een nieuwe serie aan het kijken. Dit is The End of the Fucking World. Het is een nieuwe serie op Netflix. Staat sinds vandaag weer op. Dit is aflevering 7 van 8. Het zijn gelukkig maar 20 minuten. Dus ik denk dat ik hem uit ga kijken vanavond. Weer gezellig vrijdagavond trouwens. Maar ik heb met dit weer ook erg geen zin om naar buiten te gaan. The End of the Fucking Series. Sorry, not sorry. Good morning. Het is tijd om te ontbijten en wakker te worden. Jee. Ik was al helemaal vergeten dat mijn vlog vanmorgen online te komen. Er zijn al super veel leuke reacties op gekomen. Ik ga ze nu even beantwoorden. Enige dingetje. Ik weet niet zo goed hoe ik de vlog moet noemen. Ze hebben nu heet ze gewoon nog nooit zoveel geld uitgegeven. Maar het is natuurlijk gewoon een vlog. Vorig jaar deed ik vlog 365, 364. Gewoon de dag dat het was van het jaar, zeg maar. Maar moet ik nu weer bij vlog 1 beginnen? Of moet ik ergens een season 2 inzetten? Laat me weten of jij een goed idee hebt hoe ik mijn vlogtitels moet opmaken. Want dat is nog wel een dingetje. Ik wil wel dat er iets van vlog in de titel staat. Denk ik. Ik heb trouwens een lichtere kleur foundation sinds een week. Dit is de kleur Sand van Double Wear. En ik heb echt het gevoel dat ik ziek ben iedere keer als ik hem op heb. Maar het is wel echt de kleur van mijn nek. Dus... Oké, ik ga naar de stad. Wat heb ik aan? Het is weer het jurkje van Sandro. Met dit keer weer een trui van Naked eroverheen. Alleen dit keer niet met donkerblauwe, maar mijn aubergine kleuren, zoals je kunt zien. Jasje is van Goosecraft. Haarband is... Ik heb nog steeds niet opgezocht hoe het ook alweer heet. Iets van Maison of zo? Anyway. Schoenen. Isabel Marant. Deze hebben echt hun geld wel opgebracht. Ik draag deze nu ruim 2 jaar. En zowel winter als zomer en... Ik weet niet, het zit gewoon echt super lekker en ik draag ze super vaak. Oké, let's go. Want het lijkt er gewoon op dat Carlissa op tijd is. Carlissa is zeg maar echt altijd te laat. Als Carlissa op tijd is, dan is ze een kwartier te laat. Als Carlissa niet op tijd is, dan kan het zomaar 3 kwartier tot een uur later zijn dat ze komt. Maar nu is ze dus al en ik ben nog thuis. Ja, en ik ben trouwens niet te laat, want het is, ik ben pas over 20 minuten afgesproken. Oké, deze ga ik... Ik ga mijn oortjes in doen en ik ga lekker naar de stad fietsen. Carlissa was gewoon op tijd. Het is echt niet te geloven. Is dat je goede voornemen van 2018? Ja? Ja, heb je het al gezien? Trouwens, beslagen de ramen zijn.
Ja, nee, dat is mijn goede voornemen voor 2018. Oké. Okay. En een beetje gezond eten. Dus ja, ze hebben aardappelprijssoep. Ja. Ja. Het was niet mijn idee, maar Chris begon ermee, toen dacht ik, ja. Oh ja, en mijn stem, dat komt dus doordat ik heel erg en niet doordat je heel erg hard gefeest hebt? Maar het heeft het niet geholpen. Het heeft ook niet geholpen. Dat kan ik wel. Ja, maar je hebt waarschijnlijk een leukere auto nieuw gehad dan ik. Wat heb jij gedaan? Ik had nog steeds een kater van. 2 dagen ervoor. Ja. Ik kon zelfs geen oliebollen eten. Omdat ik nog steeds een kater had. Maar dit was niet die koffie. Ik was gewoon daar ook al. Maar ik was niet echt een kater, ik was gewoon ziek. Ja. Als jij zoveel drinkt, dan was jij nooit ziek geweest. Nee, dat is waar. Ik kan daar iets beter tegen. En mijn goede voornemen van 2018 is om geen alcohol te drinken. Ik moet nu 6 januari. Still going strong. Kijk welke zoek we hebben, Carlis. Tada-da. Lijk ik erop? Woehoe. Ik lijk echt in niks meer volgens mij op deze persoon. Jawel. Het was hier sowieso 50 tinten bruiner. Ja, je was wel ietsje bruiner. En ook 50 tinten meer photoshopt. Dat je met zo'n scotch binnenloopt om handschoenen te kopen en naar buiten komt met een pet. It happens. Oké, wat heb ik gekocht? Oké, dit kan niet met één hand. Dus, oké, ik ga die jas en die trui uittrekken, want het is veel te warm. En dan ga ik weer aan het werk. Het is inmiddels 4:10. En ik ben ongeveer 2 uur in de stad geweest. En de rest van de dag ben ik echt alleen maar bezig geweest met het onder de knie krijgen van een techniek in Photoshop. Ik voel me echt weer 14 jaar oud toen ik net begon met bloggen en toen ik de hele dag achter mijn computer zat om aan mijn website te bouwen. Ik heb daar de afgelopen jaren eigenlijk nooit meer de tijd voor genomen. Ik denk dat ik dat al 10 jaar niet meer doe sinds ik op de universiteit zit en daar klaar mee ben, heb ik eigenlijk nooit meer zo met layouts gespeeld. Maar ik zou eigenlijk deze week op wintersport zijn. Dus ik heb een soort van alle tijd van de wereld. Ik had een tijd natuurlijk ook nuttig kunnen besteden. Maar ik denk dat dit ook een soort van nuttig is. Want ik leer hier wel echt superveel van. Ja, en nu heb ik dus eindelijk... Is het me gelukt om iets in Photoshop te maken wat ik wilde. En ik heb het nu in Final Cut tot dit gemaakt. Er moet nog een... geluidje onder, denk ik. Het was eigenlijk een beetje een test. Ik zou dit als intro kunnen gebruiken in plaats van de intro die ik nu heb. Ik vraag me alleen af of dat leuk is. Dus laat eventjes weten. Vinden jullie deze intro leuk? Of vinden jullie de intro die ik bij mijn eerste vlog gebruikt heb leuker? Let me know. In de comments, alsjeblieft. Ja. Ik vind trouwens alle reacties en de duimpjes omhoog op deze vlog, de eerste vlog van 2018, echt heel erg leuk om te zien. Vorig jaar had ik heel vaak op video's dat er maar 50, 60 hartjes waren en 5 à 6 comments. En dat is helemaal niet erg, ik snap ook wel. Ik geef ook niet overal een hartje op en ik geef ook niet altijd een comment. Maar het is wel heel erg leuk om te doen voor mij, zeg maar. Want dan heb ik wel het idee dat het gewaardeerd wordt of zo. Ja, en dan een soort van bevestiging dat wat je doet, dat dat goed is. En dat motiveert ook weer om nieuwe video's en vlogs te maken. Dus als je het leuk vindt, doe dan een duimpje omhoog. Ook al had ik in mijn vorige vlog gezegd dat ik dat niet meer zou zeggen dit jaar. Ja, busted. Ik ben weer lekker paddenstories aan het maken. En daar hebben we Friends. En ik hoor alles via mijn AirPods. Echt de beste uitvinding ooit. Oh my god. Ik deed net bijna de lepel van deze pesto in mijn risotto. Er zit nog zoveel schimmel op. Sorry Roos. Ik heb maar de helft op. Maar nu is die al beschimmeld. Deze heb ik van Roos gekregen ooit. Ai. Looking good, als je het mij vraagt. Smaakt trouwens ook goed. Goedemorgen, het is inmiddels zondagochtend en ik ga deze vlog editen. Dus ik ga deze vlog afsluiten en dan misschien wel weer met een nieuwe vlog beginnen. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie snel weer.